naam is Jelle Zijlstra en ik heb de vakwedstrijden weer voor u gemaakt. En ik ga ze één voor één voor u uitleggen wat het inhoudt. De volgende opdracht waar ik wel over heb is tot en met niveau 4. De studerenden, onder andere leerlingen van de CIBAB en cursisten. We vragen van dit keer een portoormarmer. Dat is een goudaderig marmer uit het Carrara-gebied van Italië, waar de groeven al lang zijn uitgestorven. Je begint meestal met even een tip met een zwart fond, en als, dat is duidelijk te zien. En het is echt een marmer imitatie met heel veel penseelwerk die zich kenmerken door de kettingdraden. Dat zijn brokken steentjes die zich verbinden met kleine adertjes. Hè? Soms wat grover, soms wat fijn. De kleuren zijn vooral het okergeel, ongebrande sienna. En soms een beetje Engelsrood kan er ook bij. Zet men dit op. De brokjes steen, die kettingdraden wat u hier ziet, zijn meestal opgezet van gele oker, ongebrande sienna. Dus echt dat goudaardige kleur krijg je er dan in. Later ga je ze nog eens even een beetje glaceren en dat is meestal wat met gebrande omber of een beetje kasterse aarde of een ander zwart pigment. Ga je wat streepeffecten aanbrengen met een spalteltje. Vandaar dat je die kleurschakeringen krijgt. Tussen de kettingdraden, die soms ook bij elkaar komen, maar ze vloeien als het ware in elkaar, nooit dwars over, maar altijd heel langzaam dat ze bij elkaar komen in grote partijen. Soms heel dunne ketting aan, want dan weer eens breed. Krijg je een heel mooi effect. Tussen de kettingdraden ziet u heel veel kalkuitslag. Dat is meer het kalk, het krijt wat tussen de kettingdraden in zit. Waar we soms tegen de brokstukjes dan hele zwarte stukjes weer zitten. Dat kun je met een shaper of een stukje rubber kun je dat weer uitvegen. Dan krijg je een wat harder effect. Dat is ook een kenmerk van dat er heel veel kalk lagen in zit. Dat kun je spetteren, want dit heb ik allemaal in acryl mediums en lak gedaan. Waar de jury op gaat letten is natuurlijk de kleur, het karakter, de techniek waarop. Dat is ook een tip, maak het niet te verwerig. Hou het heel transparant, zo dun mogelijk, want marmer geeft diepte, transparantheid. De artistieke waarde, de afwerking uiteraard en de maatvoering en de totale verzorging zijn de ingrediënten dat de jury hanteert om een werkstuk te motiveren. Ik wens iedereen weer succes met deze opdracht voor studerenden tot en met niveau 4.